Maar past hij wel in de bakfiets dan? Heb je hem al gemeten? Dit is dus de buggy. Mama knows best. Dit is dus de buggy. Leuke Luxie. Goed zo. En wat gaat Slappy doen? Deze nieuwe vlog, of in deze nieuwe vlog, wij zijn de Bellinga's familie vloggers. Hallo papa. Bonjour. Hallo. Hallo kindjes. Goedemorgen Luxie. Goedemorgen Luan. Goedemorgen Lucilla. Weer een gezellige hectische ochtend. Luan die gaat op school, dus vandaag een kort dagje. Dus kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. Het is een kort dagje voor Luan op school natuurlijk. Hè? De vlog is niet kort, maar jij gaat weer een dagje. Toch? En Lucilla gaat weer beletten. Ga ik beletten of ga jij beletten? Ja, dat doe ik. Zie je wel met z'n allen. Met z'n allen? Nou, we gaan weer beletten. Ja, ik doe niet. Nu wel zijn haren kammen. En dan pak ik papa hier de zorg, geef je zusje. En... Hier. Ja. Je mama maar een kus. Mijn kop bijna groter. En je zusjes. En je zusjes. Oh. En je andere kleine zus. Zeg maar balletse meisjes. Balletse. En we nacht pupjes. Papa laat je nu zo uit. Kom Lu. Ja, veel plezier op school, hè? Doe je de gordel om? Gaan we, jongen. Box, dat staat jongen. En eventjes de hondjes uitlaten. In het mooie voortuinparkje. Wat is het mooi vandaag. Luxie ligt hier lekker te spelen in de box met haar hondje wat ze gisteren heeft gekregen. En Lucilla is een spelletje aan het doen. Een spelletje van Dora. En dan kan ze zelf de personages maken. En het verhaaltje. Ik moet die haren. En welke haren? Die. En welke broek moet die aan? Deze? Ja, ben je klaar? Doe het groene vinkje. Ik ga heel even mijn ontbijt verder opeten. Voor degene die denken, Farah, wat heb je daar toch? Ik heb het al een keer in de avondroutine verteld. Dit is geen koortslip. Dit is, ik had een tijd geleden een heel groot scherp broodje gegeten. En dat broodje had een wondje hier gemaakt. En dat wondje, dat wil niet helen. Het is een hele irritante plek om een wondje te hebben. Op het moment dat er een korstje op komt en ik praat of ik ga zelf weer eten. Kijk zo. Dan scheurt hij weer open. Dus ik blijf constant, blijft daar een korstje op zitten wat iedere keer weer eraf gaat. En het doet ontzettend pijn als mijn mond open gaat met eten. Dus het is een heel erg vervelend wondje. Dus als jullie denken, wat is dat? Nou, dat is dus een wondje. Kukuk. Kukuk. Wie is dat? Wie is die baby? Wie is die baby? Wie is die mooie baby? Baby. Zo schattig. Zo schattig dat hij zo zichzelf ziet in de spiegel. Mijn drie ballerina's. Wat is dat? Wauw, die jurk. Daar hebben we de jurk. Wauw. Mama kan hem heel goed. Lucilla zegt niet bij mij. Nee, ik mag niet mee. Oh, doe die stiekem mee op dagelijks de rij. Zo. Nou, het eerste optreden van Lucilla. Kijk, daar staat. Mag ik al volgende keer ook? Daar staat. Jij mag dat ook. En we gaan weer verder. Nog niet. Wauw.
wij zitten weer in de auto. Het was super leuk met Lucilla lekker gedanst te hebben. En we gaan nu even naar de prenatal. Want ik heb deze kleedjes gisteren voor Lucilla en voor Luxie gekocht. Maar ik denk dat de prenatal klein valt wat maatjes betreft. Want voor zowel Luxie als Lucilla waren de jurkjes een beetje te klein. Aangezien we ze wel echt 62 hebben en 92 het maatje. Dus ik ga even omruilen voor een wat groter maatje. Dus we rijden nog heel eventjes langs de prenatal. Nou prinsessen. Even je jurkjes. Wat ik ook even wil kijken is een parasolletje. Hey, een vrolijke baby. Is het niet zo'n vrolijke baby? Hoi, wow. Oh, raakjes. Lucille, even kijken. Is deze beter? Ja, beter. Ja, dat is beter, hè? Nou, we hebben even andere maatjes meegenomen. Gaan we die even omruilen. Kom maar. En nog even het parasolletje zoeken, hè? Lucilla, even spelen. En papa, waar zit papa? Drie keer raden. In de coffee corner. Nou, en hier heb ik de parasolletjes gevonden. En ik wil graag een zwarte. Er hangt er nog één. Lucky me. Een zwart parasolletje. Die past hier goed bij. En die nemen we mee. Nou, naar de kassa ruilen. We hebben nog een half uurtje over. En we zagen een leuk speeltuintje. Dus dat vinden we zitten wel leuk. Om te spelen. En kan mama de baby even borstvoeden. Vind je dat niet eng? Nee hoor, echt niet? Nee, maar dat vind ik wel eng. Ja, dat is een beetje hoog. Ja. Oh, dat is heel goed. En op het paardje. Hop, paardje, hop. Lucilla in galop. Dat is een koe. Is dat een koe, hè? Papa op de koe? Ja. Oeh. Papa op de koe. Dat is niet echt voor papa's. Meer voor Lucilla. Oeh, wat eng. Oeh, vind je het niet eng? Heb je geen kriebels in de buik? Papa wel, doe voorzichtig hè meisje. Doe voorzichtig mijn mooie meisje. Veel te hoog. Veel te hoog hè. Brrr. Klein stukje op mijn telefoon die gaat. Oké, zal ik kiekeboe. Echt loslaten? Een parasolletje voor jouw mooie balletje. Parasolletje voor een balletje. Nou, we gaan Luan ophalen. Kom, Zil. Hier, kom met je handen. Zeg maar, dag, speeltuin. Ik ga mijn grote broer ophalen. We zijn toch wat vroeger. Dus mama gaat met Luxie van zijn tafeltje dekken. En ik haal hem met Lucilla Luan van school. Drinken. Tot zo, mama Luxie. Tot zo. En daar is Luan weer. Hey, gaat die jongen. Hoi. Welkom thuis. Gaan we lekker lunchen? Mhm. Mooi, man. Kijk eens, de achtertuin speeltuin. Wauw. Oh. Nou, we gaan lekker in de achtertuin spelen. Hè? Nou, ik heb buiten de speeltuin weer opgebouwd. Kijk, het tentje er neergezet, kleed even uitgelegd, de glijbaan. En daar alle kussens weer ingedaan, parasolletjes opgezet. En dat kleed even van de trampoline gehaald. Maar we gaan eerst even eten, kinderen. Woesje, zitten jullie weer in de tippietent? Ja. Zitten jullie met z'n allen in de tippietent? Hé, hey, Woes. Oh nee, Woes. Dat is niet van jou, hè. Dat is van de kindjes. Dat is van de kindjes. Zullen we eerst even gaan lunchen? Deze? Ja. Moet eerst boter erop doen, hè? Ja. Kijk eens. Heb je al een mes? Wil jij erop, Sil? Nou, we smeren even een lekker broodje. Zo, ik ga nog een keer brood smeren, Luan. Dank je. Hallo, kom je ook gezellig aan tafel zitten? Kom je ook gezellig aan tafel zitten? Nou, Luan en Sil hebben hier een hondencrash. En die krijgen even een lekker dentastick. Nou, ga maar lekker spelen. Hier kunnen de honden slapen. Oh, wat leuk. En daar is een klein speelhoekje. Nou. Heel mooi. Goed zo. Wat is dat? Wat is dat? Hoedje van, 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Als dat hoedje dan niet past, zet hem op de glazen kast. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Hier kunnen we op drukken. Daar kunnen we op drukken. Hé, Pip. Pip. Pippeke, Pip, kom ook kijken. Wat is dat dan? Niet lekker, hè? Ja, Pip. Helpend kan lekker dat de poppetjes dansen. Dat is de laatste dan niet die kan er dansen. Een klein klein beetje, hè? Dat is Tippie. Ja, daar zit Tippie. Dat klopt. Handjes in de hoogte, handjes in de zij. Zo varen de scheepjes voorbij. Nee, ik ben een stukje.
Yes jongens, de postbode die is eindelijk langs geweest voor dit pakketje. Het is trouwens geen samenwerking. Gisteren in de vlog kon je zien dat ik met de bakfiets met de twee meisjes erop uit was. En dat ik naar de winkel ging. Alleen dat ik altijd, als ik dan ergens naar een winkel toe ga of wil uit de bakfiets zeg maar. Dat ik alleen luxe kan doen in een draagzak. En daarom dacht ik, het is wel handig als je gewoon een heel kleine, makkelijk opvouwbare buggy hebt die je kan meenemen in de bakfiets, dat als we ergens naartoe gaan, ik niet altijd afhankelijk ben van die draagzak, want ze wil niet altijd in de draagzak. En als ik dan ergens heen ga, ze wil niet in de draagzak, ja, dan kan ik haar eigenlijk niet zo makkelijk vervoeren. Dus ik dacht, ze is bijna als ze zes maanden is, nu bijna 5 maanden. Dus ze mag dan ook al een beetje rechtop zitten. En deze buggy kan hopelijk ook op de lichtstand. En dan kan ik die meenemen makkelijk in de bakfiets. Dit schijnt een heel kleine kinderwagen te zijn. En ik moet ook zeggen, het is ook heel klein. Want dit is het pakketje, zeg maar. Dit is de doos. Inderdaad niet groot. Als het goed is, ziet het er zo uit. Ik heb het besteld op internet. Volgens mij is het een Duitse webshop. Ik weet niet precies wat voor webshop het was. Dus ik heb er even op moeten wachten. En het is echt, dit is puur een gokje of het wat is of niet. Dus ik ga kijken of dit wat is. Het schijnt ook makkelijk te zijn voor onderweg. Ook als je op vakantie gaat en zo. Makkelijk in het vliegtuig en al. Dus ik ben heel erg, niet dat we van plan zijn met het vliegtuig te gaan als je dat denkt. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe wat het is. Dus ik ga hem even uitpakken. Kijk, mama, kijk. Oh ja, mama gaat het pakketje uitpakken. Kijk, kijk. Ja, ik kijk. Ik ben heel benieuwd of dit wat is. Ja, ik ook heel goed benieuwd. Ja, maar even uitkijken, ze is gaar. Ja. Wat zou erin zitten? Wat zou erin Buggy. Zitten? Buggy. Buggy, heel goed van jou, Lucilla. Buggy! Kijk, zo moet hij in elkaar. Een Buggy van mij! Nee, ja, deze is voor Luxie. Ja, kan ook voor jou trouwens. Kan ook voor jou. Ik heb deze uitgehaald. Maar in principe is hij voor Luxie. Oh, kijk, het is echt niet groot dit. Hij is echt klein. Nou, hij is echt heel erg klein. Ik had niet gedacht dat hij echt zo klein was. Maar dit pak past dus super makkelijk in de bakfiets. En hij kan trouwens ook nog wel voor Lucilla in een gewone auto. De wielen naar zijn, de zijkant. Ik zit daarin. Ik zit daarin. Oh, dat is mijn. Oh. Oké, klik. Klik, klik. Oh, wauw. 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 En hoe gaan deze dan? Oh, zo. Kijk eens, kinderen. Die is ook voor mij. Nee, wat grappig. Dit is hem dus. Echt, het is echt een heel kleintje. Mama, kijk. Er zit zelfs nog een zonnescherm bij. Zo. Kun je alle kanten opzetten zo. Wat grappig. Maar dan gaan we jou er even in doen, Luxie. Even kijken. Even drinken. Dit moet hem dus zijn, jongens. En deze kun je ook nog zo zetten of zo. Gewoon helemaal weglaten. Maar kan je deze niet naar hoger stellen? Ja. Nee, daar gaat hij in. Oh jawel, je hebt gelijk, Lu. Kijk, nu gaat hij hoger. Ik vind het wel heel schattig dit. Nee, dit is echt wel een leuk ding. Kijk. Ik kan ervoor staan. Papa, kom eens kijken dan. Heel erg leuk. Zie je dat? Ja. Hij kan zijn liggen en hij kan ook rechtop. En dan kan liggen. Nee, zij moet nog even liggen, want Luxie kan nog niet echt zitten. Kijk. Wow. Zo. En met een zonneschermpje erbij. Wat? Komt het zonneschermpje weer. Wat cool. Dus ik kan nu zo liggen. Dat is zo'n mini pakketje die in de bakfiets past. Ja. Nou. Kijk. Oh, dat is fijn. Dit is ook een kinderwagen. Een bakfietskinderwagen. Maar past die wel in de bakfiets? Dan heb je hem al gemeten. Ja, met de bakfiets. Dan past dat in de bakfiets. Ja. Zal ik hem eens uitvouwen weer? Of ja. Invouwen? Ik kon hem heel makkelijk invouwen. Ja, Lucilla die past er ook prima nog in. Hey, dit is wel heel handig. Als vervanging voor jouw buggy en dan hebben we meteen 2 in 1. Dit is een kapje. Ja, kapje eroverheen. Zo, wat grappig. Ik vind hem echt leuk. Ik sta er een beetje van te kijken. Jullie kunnen er allebei in, dat is handig. Ik kan allemaal voor 2 soorten gebruiken. Ja, dan kan ik zo met jou wandelen zo. Kijk, Lucilla past er ook in. Dus dan doen we die andere van Lucilla, die doen we dan weg. En dan doen we deze voor in de plaats. Dan hebben we ook een stuk meer ruimte in de auto. Goeie, hè? Kom eens kijken, Daan. Ik heb hem in de bakfiets gelegd. Ik ben benieuwd of jij hem überhaupt ziet. Waar ligt hier een buggy? Oh, cool. Zie je hem? Ja, dan heb je een... Daar ligt de buggy. Ja, een bakfietsbuggy. Dit is dus de buggy. En dan kan hier Lucilla en Luan nog zitten. En Luxie in een mandje. Slim gedaan, zo. Handig, hè? Nou, het was een gokje, maar een goed gokje. Heel goed gokje. Ja, hè? Mama knows best. Ik zal het jullie nog even laten zien. Ja, ik ben er echt heel erg over te spreken. Hier is dus de buggy. Dit is dus de buggy.
Zo, hè? Je dingetje. En nu ga ik hem nog even uitvouwen en weer invouwen. Kijk hoe dat werkt. Zo, tada, dat is uit. En nu weer in. Zo, Lucilla, stukje wandelen met de nieuwe buggy. Leuke Luxie, lig je daar lekker? Leuk, hè? Ja, ja, wist niet dat het bestond, een bakfiets kinderwagen. Dat maken wij ervan. Dat is leuk. Ja. Ja. Leuk. Leuk, hè? Nou, de nieuwe attractie van vandaag, de nieuwe buggy. Daar gaat hij weer. Goed zo. Ah, ik ben er echt super blij mee met deze kinderwagen. Het is dus eigenlijk een buggy die we gebruiken als we op de fiets of op de bakfiets weggaan. Of als inderdaad zoals we door een pretpark lopen en we hebben Lucilla's of Luxie's kinderwagen. En Lucilla had ook een kinderwagen, dat kan ze ook in deze, want Lucilla past er ook in. Nou, ik ben even een proefritje gaan maken met Luxie. Dan kan ik haar even in slaap wandelen en meteen even uittesten hoe die rijdt. Maar volgens mij lig je wel goed, hè? Volgens mij lig jij wel goed. Ja, ze is heel moe, dus hopelijk valt ze zo in slaap. Maar dat gaat prima. Even lekker een slaapje doen. Vind je het veel te leuk zo in de buggy? Je wilt er nog geen slaapje doen, hè? Je bent veel te veel aan het kijken wat je allemaal ziet. Allemaal weer mooie nieuwe indrukjes, hè? Dit zie je uit de buggy, hè? Allemaal mooie indrukjes. Allemaal mooie indrukjes. Nou, dan ga je weer lekker terug naar huis, schatje. Dat was een leuk proefritje. Nou, wij gaan weer naar huis. Nou, kinderen, lekker een ijsje, zijn jullie lekker aan het spelen? Mm-hmm. Wat hebben jullie gemaakt hier? Wat is dit? Het is een hondenspeelplaats. Een hondenspeelplaats. Ik zie Pip hier al lekker liggen. Ah, Pipke. Dat is een mooi plekje voor jou. Is dat een mooi plekje? Mama, maar ze kan niet eruit. Nee. Oké. Okay. Maar als ze, eruit wil, als ze eruit wil, dan doe je er wel uit, hè? Ja. Wat zeggen we dan op het einde van de video? Een duimpje omhoog. Ik heb die gaan. Doei. Tot morgen. Doeg. Ja. Lekker, hè?